Hallo mensen! En gefeliciteerd met jouw aankoop van de enige echte Kruidkoek Bakmix van Kruidkoek. Kruidkoek? Van Kruidkoek. En we gaan je nu natuurlijk laten zien hoe je dit geweldige mixje kunt optoveren tot een volwaardige kruidkoek. Daarvoor heb je nodig de kruidkoek van Kruidkoek Bakmix. Doe het in een grote witte kom. Voeg 200 ml lauwwarm water toe. En mix het geheel met deze. In principe kunt u dit al in een ingevette bakvorm doen. En in de magnetron of de oven doen. En heeft u al een overheerlijke kruidkoek. Echter, er komt meer creativiteit bij kijken dan u denkt. Want er zijn verschillende ingrediënten mogelijk die er nog bij kunnen. Waaronder een vleugje snoep. Nu het zo zoet is, is het wel lekker om een tegenhanger te hebben. Dus een beetje heet kan er ook goed bij, dames en heren. Doe er wat sambal bij. Gewoon een vleugje. Kan wel iets meer gebruiken. Wel lekker. Een beetje energy drink. Handig om er peper bij te doen. Een theelepeltje gember. En natuurlijk een snufje kaneel. Oké. Is natuurlijk een beetje honing voor de bezige bijtjes. Roer het beslag luchtig, maar niet te luchtig hoor. Dan moet iets meer energy erin bij. Nu het beslag klaar is, doe het in een ingevette oven. Doe het beslag ongeveer een uurtje in de oven, of als je weinig tijd hebt, een minuut of 9 in de magnetron. Wat is dit nou? Druk ongeveer 7 keer op de boost knop. 4, 5, 6, 7. Ja. En wacht 8 minuten. Lieve mensen, eet smakelijk. Kruidkoek van Kruidkoek. Eet smakelijk.